Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Deze week een heleboel 22-2300. Ik denk dat dit zal wel zijn die ik heb. Hoop ik. En ze doen het geen van allen echt goed of zijn nog niet digitaal. Mijn bedoeling is om hier een paar van te digitaliseren, als ze dan nog niet zijn. Ze te repareren met de onderdelen en uiteindelijk een waarschijnlijk twee dummies over te houden en twee goede locomotieven die, waar ik mee kan rijden. Deze ziet er erg slecht uit. En als ik ermee rijd, volgens mij maakt hij wel geluid. Maar ik heb niet het idee dat er ook maar één wiel draait. Wel gaat er lamp branden. Deze rijdt. Ik zie geen verlichting branden. En ik denk dat deze volledig analoog is, maar is verder qua redeling en alles redelijk in orde. Alleen er ontbreken wel een aantal van de losse onderdelen die je her en der op kunt monteren. Zo. Klap jongen. Terug in je bakkie. Deze hier heeft een reling waarvan ik niet weet of die nog goed te repareren is. En rijdt op de baan, analoog. Deze is ook op 4 wielen aangedreven. Deze hier maar op 2. Op 4 assen moet ik eigenlijk zeggen. Deze heeft weer wel zo'n collectie aan los onderdelen, maar een van die vensters is eruit. Die ligt hier los. Iets wat wel te lijmen is. Als laatste deze jongen hier. Deze heb ik ooit een keer gedigitaliseerd. Is niet helemaal compleet wat betreft losse onderdelen. Hoewel er al een heleboel opgemonteerd zitten. Ik zie hier ook wat los liggen, dus misschien wel. Doet helemaal niets. Omdat de decoder eruit is. Er zitten alleen nog wat losse draden. Wel heeft deze LED-verlichting erin zitten. Dus nou, ik wil in ieder geval een geel-grijze uitvoering die in orde is. Waarbij ook de reling goed vast zit en waarbij alle losse onderdelen erbij zitten. En ik wil een oude bruin zandgele die helemaal in orde is. Wil ik digitaal hebben, LED-verlichting erin die ik kan schakelen naar voren of achter. En de andere gaan dienen als onderdelenleverancier. En als ze er enigszins goed uitkomen, worden het dummies. Dus het kan zijn dat ik deze hier, die er zo slecht uitziet, als dummy ga maken. En deze, ik weet het nog niet. Ik ga deze 2200 dus digitaal maken. En ik heb niet zo heel veel heel goede decoders, maar ik heb nog wel van deze rommeldingetjes. Die ga ik dus ook gebruiken hiervoor. Zodra als hier ergens kortsluiting in zit, werken ze niet meer. Bij deze is dat gebeurd op de gele draad, dus die doet het niet meer. Maar je kan hem zo programmeren dat de groene die taak overneemt. Deze decoder is verder in orde. En ik ga kijken wat ik met deze doe, met zijn kapotte hekjes. Ik weet dat deze hier nogal herrie maakt op de baan. Dus het kan zijn dat ik wat onderdelen ga wisselen, zodat hij wat soepeler loopt. Ook ga ik bij Weide, in zoverre als dat nog niet gedaan is, de gloeilampen vervangen voor ledlamp. Zodat ik een beter seinbeeld heb. De gloeilampen zijn nogal zwak. Ik ga niet de gloeilampen in de lampen individueel vervangen voor LED's. Denk ik. Het zou nog wel kunnen. Aangezien ik deze niet ga rijden met sluitverlichting, heb ik genoeg aan alleen maar wit. Dus
Dan zou ik hier nog creatieve seinbeelden mee kunnen maken. Maar ik denk dat ik gewoon de huidige lichtgeleiders ga blijven gebruiken. Tenzij die kapot zijn. Maar dan heb ik daar nog andere lichtgeleiders. Dit is de bruine. Hier zitten nog gloeilampen op. Die ga ik vervangen door deze twee warme witte LED's. Deze zijn warmer dan de LED's die in de andere gele zaten. Die heb ik net wat rondjes laten rijden. Om eens even te kijken hoe slecht de motor eraan toe is. Deze motor heb ik ook zo mijn vraagtekens bij. Ik ga eens even beginnen met hier de boel los te halen. Zodat ik kan laten zien wat hieronder zit. Dit is de motor en deze heeft een open zijkant. Dit is een andere Roco motor, maar hij heeft maar een eenkant aandrijving. En die is helemaal dicht. Dus ik heb het idee dat deze misschien wel eens heel oud zou kunnen zijn. Ik ben dus ook benieuwd hoe dat die loopt. Verder zitten hier de draaistellen met de verenkoppelingen aan elkaar. Die zijn niet ideaal, maar dat is een beetje wat ik bij allemaal heb. Ik zie dat er die nat lijkt, dat is waarschijnlijk olie. Die ga ik hier nog afhalen. Daarna zal ik hem zeker ook opnieuw smeren en eens kijken hoe die gaat lopen. Bij deze ga ik ervoor zorgen dat de voorkant naar die kant toe is. Bij de andere locomotief heb ik de voorkant naar de cabine toe zitten. En dat heeft meer te maken met draden dan met variëteit. Maar goed. Als je de motor zelf eruit wil halen, dan is het een kwestie van deze schroef hier loshalen. Dan komt de hele motor eruit. Bij deze mogen de wielen ook schoongemaakt worden, zie ik. Nou, hier is even wat werk aan. Hij hobbelt een beetje, maar eigenlijk rijdt hij wel prima met deze motor. Hij maakt niet veel meer of minder herrie dan de andere. Ik heb hier heel even tijdelijk deze draden opgezet zodat ik hem kan testen. En ik heb ook een heleboel componenten losgehaald. Zo zaten er twee weerstanden naar de motor toe. En ik ga de decoder direct op de motor zetten. En er zaten diodes naar de verlichting hier en de verlichting hier toe. En ook die. Omdat ik de gloeilampen vervang voor LED, ga ik ook die rechtstreeks aansluiten. Ik ga deze clipjes hier weghalen. En hopelijk kan ik dit lampje hier een beetje in klem zetten in deze metalen. In deze koperen clips, zodat die mooi op zijn plek zit. Daarna is het nog even een blauwe draad trekken. Ongeveer zoiets. Zodat de beide kanten met elkaar in verbinding staan. En de motor is inmiddels geïsoleerd, dus hier een decoder op zetten is nu rood en zwart op deze draden die hier ook over het rode heen gaan, die hieruit komen bij deze draden. Afhankelijk even kijken, dat wordt de voorkant. Dus de motor moet grijs links en oranje rechts, ja. De witte naar voren en de gele draad naar achteren op de LED. En dan zit die in elkaar. Maar bij deze waren de wielen heel erg vies, dus die ben ik aan het schoonmaken. En om hier bij de wielen te komen. Zit er, even kijken, waar is mijn andere? Hier zit een clip achterin. Als je die opzij duwt, dan gaat die open. En dan kun je rustig de wielen eruit halen, de haren eruit halen, de boel opnieuw smeren als dat nog nodig is. En je moet wel oppassen, want soms schieten deze helemaal los en die kun je makkelijk weer terugsteken. Dat pinnetje moet hierin terechtkomen en deze twee pinnen moeten er aan de andere kant overheen schuiven. Zo.
En dan moet die veer er ook nog in. Zo. Die. Daar. En klik. Zo. En op die manier kun je in alle rust alles schoon krijgen. Deze had ik dus overwogen voor onderdelen, maar zoals je hoort maakt deze net zoveel herrie als mijn andere geel-grijze. Dus daar schiet ik niet veel mee op. De andere die ik overwoog voor onderdelen was deze, maar hier zit een motor in zoals ik die hier heb met maar aan één kant een aandrijfpin. De andere kant van het draaistel is dummy en alleen maar voor de stroompick-up. Dat wil ik liever niet, want daar heb ik verlies ik te veel tractie mee. Deze ga ik in ieder geval opknappen dat alles vastgelijmd zit. Hij mist een paar onderdelen, maar komt wel in doos. Dus ik ga even kijken wat ik er verder mee ga doen. Zo, ik vond nog een extra decoder, dus ik heb deze hier ook nog gedigitaliseerd. En ik heb ze dus laten rijden met z'n drieën in een consist, dus dat ze alle drie reageren op één adres. En daarvoor moet je ook de snelheid hetzelfde krijgen, speed matching in het Engels. Maar daarover de volgende keer meer. Bedankt voor het kijken. Mocht nou iemand weten wat dat ontzettende geratel is bij deze gele, ik hoor het graag. En tot een volgende keer.